Het Suriname Eye Center, SEC, wordt morgen officieel heropend. Hiermee is Suriname een stapje dichterbij in het optimaliseren en moderniseren van de oogheelkundige zorg. Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid geeft aan dat deze zorg enkele maanden geleden in gevaar was. Volgens hem hebben alle betrokken partijen zich ingezet zodat dit project opgeleverd kon worden. De bewindsman legt verder uit dat dit project in 2018 is opgestart in een public-private partnership tussen Kirpalani NV, IM Gold en het Academisch Ziekenhuis. De bedoeling is dat u weet, uw zicht is een van de zintuigen, ogen. Dus de zicht is een van de zintuigen die enorm belangrijk is. Los daarvan zijn heel veel mensen met oogproblemen. En vanwege die complexiteit, toename van suikerziekte, hoge bloeddruk, waardoor mensen ook vaker gescreend moeten worden, was het noodzakelijk. Het ministerie heeft in begin dit jaar bericht gehad vanuit het ziekenhuis dat dit project in gevaar was, omdat de financiering in principe gestopt was vanwege koersverschillen, et cetera. En dat wij dat de ziekenhuisfinanciering zocht. Ik mag u zeggen dat de regering en het ministerie van Volksgezondheid zich hard heeft ingezet. En het ministerie van Financiën, de nodige middelen, dat was een bedrag van ongeveer 600.000 Amerikaanse dollar, welke nog ontbrak om apparaten te kopen. Dus bouwtechnisch was het gebouw af. Apparaten moesten nog aangeschaft worden. En de donateurs hadden hun bijdrage geleverd, dus het zou zonde zijn dat wij zouden zeggen van er is geen geld, we hebben geld gezocht. Er is geld ter beschikking gesteld door de minister van Financiën. En er is... De bewindsman geeft ook aan dat sinds 2018 het idee leeft om een oogziekenhuis op te zetten. In de periode dat het oogcentrum in gevaar kwam, is er slechts gewerkt met de beschikbare middelen en apparatuur. Ramadien wijst erop dat er tekorten waren en er was geen adequate apparatuur. Deze zijn nu aangevuld, waardoor de officiële opening kan plaatsvinden. Dus wat we krijgen, aanstaande donderdag 28 juli, wordt het Suriname Eye Center geopend door de president. En dat wij in ieder geval daarmee een stap verder zijn, een stap dichterbij zijn, het optimaliseren en het moderniseren van de oogheelkundige zorg aan alle Surinamers. En dat is heel belangrijk om te weten, want u weet dat er ook issues waren een paar maanden terug, dat de oogheelkundige zorg in gevaar was. Maar we wisten dat het project zou lopen. Dus nu hebben alle partijen hebben zich ingezet om zo snel als mogelijk niet alleen kwalitatieve zorg, maar ook in een moderne omgeving mensen te helpen. En daar ben ik enorm trots op. Minister Ramadien geeft tenslotte aan dat er genoeg oogartsen in Suriname zijn om het werk gecentraliseerd uit te voeren. In het Academisch Ziekenhuis zijn er 11 oogartsen, zegt de minister.